We zijn wel een droge post, hè? Blijf maar zitten, jongens. Oh, ik ga naar huis, hè. Ja, even wachten. Nog. Dan ga ik beginnen. Zeg je tegen mij dat ik klaar ben? Ja. Ja, zeg ik. Hey, coach. Dat is aan het draaien, hè? Ja, zo. Maar mijn klok nog niet, jongens, hè? Oké. Oké, dan. Oké. Niks tegen de spelers zeggen dan, hè? Nee. Mannen, zijn je nerveus? Kom er eens op, hè. Ik weet niet. Nee, dat doet alle weken, hè. Zijn je gesminkt? Nee. We hebben dat vergeten, maar... Heel leuk. Je ziet er goed uit, man. Allee. Gaan we beginnen? Ja, ik weet niet. Wie begint? Zal ik beginnen? Oké. Okay. Ik denk dat van u het eerst is, ja. Witte en Mon, wat was het eerste dat jullie dachten toen de coach hier aankwam? Nou, ben ik benieuwd. Goed, lekker. Nou. Ik dacht, amai, wat hebben we dit geweest? En... Ja. Ja. En een heel Hollandse ploeg. Dus alles in het Nederlands, dat is sowieso iets anders dan in het Frans. Hè. Ja, dat klopt. Hè. Maar je waren wel tevreden. Ja, echt waar, ja. Ja. Echt waar. We waren wel echt tevreden. Joh. Nog steeds? Nog steeds. Ja. Nou, vandaag zal dat misschien. Mannen, ik geef het tweede aan jullie, hè? Wat voor dingen. Hé, hey, manneke. Coach, hoe belangrijk zijn materiaalmannen binnen de club? Ja, die zijn heel belangrijk. Kijk, in de periode dat ik zelf nog voetballer was, ze deden alles voor de spelers, zoals jullie ook doen. En als ze met de spelers iets is, teleurgesteld of blij, die komen toch bij jullie binnen. En alles wat jullie tegen de spelers zeggen, allemaal vriendelijk, dat helpt. Waardoor het team nog beter functioneert. Ik zat altijd bij de materiaalmannen, dat is bij jullie ook. Hè? Ja. Jullie prepareren alles voor de wedstrijd. Als de spelers binnenkomen, alles ligt perfect op de plek. Ja, ik denk dat dat vaak onderschat wordt, hè, jullie rol. No. Dat jullie belangrijk zijn. Het is leuk, hè? Ja, zeker leuk. Ja, anders doen we dat niet, hè? Nee, maar de speler, je krijgt ook de waardering van de spelers. Hè. Sowieso, heel veel. Je krijgt ook de waardering van de spelers. Ja. Altijd al. Van heel de dingen. Zo. En kadering. Jullie zijn het eerste op de club en gaan de laatste weg. Ja. Jullie zijn er altijd. En dan waarderen de spelers, dat zie ik ook. En ik weet ook hoe het is. Dat is wel mooi om te zien, hoor. Ja. Zal ik hem pakken, mannen? Ja, pak de hamer. Oh, pak de gein. Nee, doe gewoon maar. Mon, pak de gein. Oh, dat moet maar wel. Mag ik de bril opzetten, monniken? Ja. Hoe omschrijven jullie de coach in 3 woorden? Nou, godverdomme. Heel spontaan. Ja. Mensvriendelijk. Ja, weet ik wel, echt waar. Ik heb met je vader gepraat gisteren. Ja, dat klopt. Ja. Nou. Een topper, topper. Je hebt er al ander gehad, dus. Ja. Kan je namen noemen? Witte en Mon, hoe zijn jullie eigenlijk bij de club terechtgekomen? Godverdikke, goh. Ik kwam hier vroeger altijd, met het themacafé nog open was. Ik had dan zelf ook nog café. En ja, het een bracht ander mee, de café weer gesloten. En dan mijn vrouw is hier dan in het themacafé komen werken bij Jenny. Jenny en Paul, ja. Zo, dus, en dan Karel Gerots, op dat moment kwam Karel Gerots af. Die zocht een materiaalman voor met Patrick mee te gaan. En zo is dat gegroeid. Hè. Maar ja, ik kom hier al van kleins af aan, ik zal het zo zeggen. Alle twee op tribune 2, hè? Ja, ja wel, vroeger. Ja. Ja. Maar die haat aan Antwerpen. Ja. Ja, man. Ik ben hier gekomen eigenlijk door de Witte in Spanje op stage. En ik ging elke keer kijken omdat ik daar zat. En dan klikte het zo goed met hem dat ik elke keer terug ben komen helpen. En dan was het met zijn schoonzoon en die ging stoppen. En dan ben ik weer voortgegaan met Witte. Ja, zo gaat het, man, hè? Ja. Witte. Jij bent hier ook nog kok geweest. Leg me eens even uit hoe dat kwam.
hoe dat kwam. Ja. Dat is een heel moeilijke vraag. Maar dat is, ja, in de tijd was het financieel nog niet zo heel sterk. En dan, ja, ik deed dan materiaal zowat ook. En Alex Vervecke, dat was de vroegere jeugdcoördinator hier, en die had altijd bij de brandweer gekookt en zo. Hè. En ja, op dat moment was het, hadden ze volk nodig voor te koken. En die had gezegd, ja, ik wil dat wel doen, maar dan moet de witte moet mij komen helpen. En ik was dan al op pensioen. En ik kan mij helpen, doef. Maar ja, alles zo goedkoop mogelijk. Wat heb je allemaal gekocht? Ja, dat was al niet zo uitgebreid als nu. Hè. Dat was spaghetti met kip, dan andere keer patatjes met dingen. Maar alle dagen soep, alle dagen verse soep. En een hoofdgericht en dat was het. Hè. Dus, en dan Marjol en Alex kreeg woorden. Met wie, weet ik niet. Maar dus Alex die steunde zijn kat. En dat stond Witte nog alleen, hè? In mijn oven. Met een snelbieder, die een oven toe doet. Maar alleen, dat was ergens was dat wel. Dat kun je nu niet uitleggen eigenlijk. Maar dat was wel ergens plezant. Maar het smaakte wel, hè? Ja, allemaal leeft nog. En allemaal zegt tegen mij nog vriendelijk een goeie dag die ik tegenkom. Ja, dat was wel echt grappig. Maar dat was echt tof. Ja, ah, mooi. Ja. Mooi een tijd, jongens, en zonder de club. Ja. Oh. Wat was het mooiste moment van dit seizoen tot nu toe? Tot nu toe. Dan denk ik de halve finale, Union, hier thuis. 1-0 uit verloren, Union. Ja. Met de bekermatch hier. Vincent maakte 1-1. Dat we verlenging spelen. Penalties winnen. Ja. En we stonden met z'n tweeën in de koud. Hè? Ja. Monke was op cruise. Hè? Ik was op cruise in Dubai. Gelijk foto gestuurd. Hè? Ja, je hebt gelijk. Ja. Maar daar stonden we in de dugout. Gewoon te genieten van de jongens. Hoe ze het feest aan het vieren waren met de fans. Hè? Ik denk dat dat het... tot nu toe het mooiste moment was, voor mij. Het mooiste moet nog komen. Ja, het mooiste. Hopelijk. Coach, na sommige wedstrijden geef je Witte het laatste woord in de kleedkamer. Oh. Waarom doe je dat? Oh. Waarom doe je dat? Ja. Ja. Eigenlijk is het zo ontstaan, hè? In het begin van het seizoen had ik zeg altijd na de wedstrijd, zeg ik altijd iets. Hoe de wedstrijd was, wat we nog gaan doen, et cetera. De volgende dagen goed herstellen, goed eten, drinken. En ik dacht, ik zag je staan, Witte, ik denk... Dus Witte mag altijd het laatste woord doen. En af en toe spelen we een 1-2'tje. Dan zeg ik van tevoren al, Witte, ik ga je vragen. Een dag vrij, als jij dat vraagt, altijd beter dan dat ik het zeg. Ja, van de morgen kwamen ze wel vragen of we 2 dagen vrij krijgen. Ja, dinsdag, woensdag en donderdag. Ja, 3 dagen. Ik zeg, wat is de dag hoort? In de wandelgangen. Daar weet ik niks van. Dan moeten we samen even regelen. Maar ja. Ja, word je soms aangesproken door de spelers om vrij te vragen? Dat blijft. Word je soms aangesproken door de spelers om vrij te vragen? Ja, dat gebeurt, maar dat is al zwanzend. Hè. Maar ja, als zwanzend zegt de zotse mening. Hè. Man, jongens. Ja, dit is een goede vraag, jongens. Wie is de rommeligste in de kleedkamer? Ja, ik weet er wel een paar, maar ik ben benieuwd welke jullie vinden. De rommeligste, ja. Zijn er wel een paar, hè? Ja, slordige. Ja, die is op de grond smijten. Of die alles op het kastje laten liggen. Ja, die. Ja. Schoenen een beetje laten slingeren. Ja. Altijd dezelfde. Moeten we namen noemen? Ja, jullie beschermen die jongens. Ja, namen noemen we niet. Doen we niet. Dat doen we niet om mij. Dat hoeft niet. Nee, dat zeggen we niet. Hè? Nee, ik weet er wel een paar, maar... Ja. Wie zou een goede dokwerker zijn in de ploeg? Oh, godverdomme. Dat is iets voor jou, Witte. Oh, de celboos, hè? De celboos. Ja? Dat is een Davino. Een Davino. Ja, echt waar.
Dat is gekomen van, we waren in Dubai en hij zegt tegen de Witte, Witte, hoeveel man heb je nodig voor de valiezen? Nee. En dat, ik stuur er wel een paar. En dus we waren op de vlieghaven en hij zegt tegen de jonge gasten, jij, allemaal meehelpen de Witte. En de salesman blijft staan. En ik heb sailballs genoemd. Dat wist ik niet, dat is wel een goeie. Mon chef. Coach, heb je al wat Antwerp geleerd van Witte en Mon? Ah, van alles heb ik langs horen komen. Dat is niet makkelijk, hè? Nee. Antwerp? Nee. Nee, dat is niet gemakkelijk, hè? Verdomme, hè? Dat kun je allemaal goed, hè? Wietzit kan het ook goed. Ja, Wietzit. Ja, maar jullie praten alleen maar Antwerps, hè? Maar ik begrijp het wel, hè? Ja. Ik probeer een beetje beschaafd Nederlands te praten, maar ja, dat lukt soms niet, hè? Maar Engels, Spaans, kunnen jullie ook, hè? Nee, Spaans niet. Engels, dat is dok-Engels, hè? Dat hebben we geleerd aan de haven, hè? Dat is. Maar ja, ik spreek wel Duits. Duits, Nederlands, Engels? Ja, Engels. Betrekken onze plannen. Betrekken onze plannen, we zullen nooit geen honger lijden. Dus, nou ja, kom wel goed. In Frans een beetje. Van alles wat? Van alles wat. Van alles 60%, dat zijn niet gebuist, hè. Zijn er rituelen die jullie hebben met spelers? Rituelen? Nee. Ja. Maar sommige jongens hebben wel elke keer hetzelfde shirt of zo, hè? Hetzelfde ondershirt? Ja. Hetzelfde... Nee. Niks bijzonders? Nou, alleen Toby die heeft altijd zijnzelfde onderbroek al, hè. Dat hebben we wel, ja. Ja. Maar voor de rest, nee. Ja, had ik ook wel altijd. Nee. We zijn wel, alleen, like BT, is ook wel een beetje bijgelovige wedstrijdshirt. Hè? Heb jij een bijgeloofcoach? Ja. Ik had wel veel dingen als speler. Ja. Ja. Eigenlijk te veel. En nu als trainer? Ja, ik heb het nu nog steeds een beetje. Ja. Ik betrap mezelf erop dat ik, ik kreeg altijd twee flesjes van Smalle Jan, Jan van Damme. Smal. En die zet ik altijd zo neer, links naast me, met het logo naar het veld. Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar ik kan ook altijd met dezelfde rode onderbroek willen matchen. Ik heb er eens een gat mee gehad en met mijn vrouw, een keer vond ik ze niet meer en had ze ze weggesmet. Ja, echt waar. Nee, maar dat is gewoon een beetje gevoel. Als dat goed staat, dan winnen we. Maar we hebben ook tegen Charleroi verloren, stonden ze ook zo. Ja. En toch doe je het, hè. Beetje gek. Ja. Iedereen heeft wel een beetje. Een beetje. Ja. Ja. Oh, mannen. Coach, in Dubai betaalde je de business class tickets van Witte en Mon. Waarom heb je dat gedaan? Ja, dat vragen wij ons ook af. Ja. Maar het was zo, onze teammanager Sascha, die had van de luchtvaartmaatschappij, volgens mij was Emirates, met wie zijn we gevlogen? Ja, geloof ik wel. Emirates kreeg hij een gratis business class ticket. Toen zei Sascha tegen mij, coach, we hebben één ticket, jij mag in de business class zitten. Maar ik ga niet alleen in de business class zitten als de hele staf en alle spelers achterin zitten. Ik zeg tegen Sascha, is er nog een andere plek vrij? Naast dat ene ticket. Dus we kregen een gratis ticket en is Sascha aan de steward gaan vragen, is er nog een ander ticket vrij? Dat was zo, er waren nog twee plekken vrij. Ik zeg tegen Sascha, dan zetten we Mon en Witte, alle twee voorin en dan betaal ik die andere bij. Uiteindelijk geregeld. En ik denk dat jullie mooie prins heerlijke slaap hebben. Ja, beetje waar, coach. Je hebt een paar keer komen kijken, hè? Ik zal de foto maar niet zeggen. Nee, dat weet je niet. Nee, we worden moe. We worden moe. Hoe kan het worden? Hartwerken, ja, coach. Nee. Kijk, maar dat is ook zo. De waardering van de spelers en van de staf naar jullie toe. We waren op trainingskamp in Dubai. Jullie waren als eerste op. Iedereen de kleren klaarleggen, we gingen trainen. Jullie moeten de ballen pompen, de hesjes, alles moet daar zijn. Als we terugkomen, moet alles weer in de was. 'S Avonds nog een keer schone kleren, polo. En dan om 11 uur, 12 uur gingen jullie slapen en om 6 uur stonden jullie weer op. Hè. Dus dat was een lange, zware week voor jullie.
Ja, dat is het mooiste stukje waardering. Ja, het pakte mij wel dat je dat gedaan hebt. Ja, maar ik zag jullie genieten. Ja, dat is het mooiste. Een beetje geslapen. Nou, ik wou wel terugdraaien, hè. Ik dacht, Helemaal lekker gegeten. Hij was zo gekomen. En eerst zegt Sjassa, jullie moeten jullie zak pakken en naar voren. Jullie moeten eruit. De foto met de piloot. Met de piloot. Met onze zak, de foto. En we gaan dan door met de witte. En de witte zegt, kom, we spelen met ons. We draaien terug. We draaien terug. En wat hebben jullie gegeten, jongens? Kaviaar? Alles wat we kregen. We vroegen. En champagne gedronken? No. Champagne, alles. Dat was een goede reis, hè? Ja. Genieten. Ja, had hij ook verdiend. Dit is een goede vraag voor jullie, jongens. Weten jullie exact wie wat nodig heeft op een matchdag? Wel. Ja. Ja? Wel. Moet even Richie nodig? Alsjeblieft. Moet even Richie nodig? Richie. Onder korte maal. Korte maal. Ja. Dat is al. Korte maal. Hij staat buiten zijn gewone tenue, maar altijd met korte maal. En Jelle? Dat moet niet uit. Nee. Arthur, Turken? Turken ook. Nee, die wil niet mee. Met wat je een duim kunt uitsteken. Nee? Hij wil hem niet mee. Hij wil hem niet mee te matchdag. In de wijk kan dat geen kwaad, maar in de match wil hem dat niet. Dan moeten we wel op letten op het plan. En de Davino? Davino? Oh. Die heeft een hele zak bij. Dat. die heeft zijn kopzak zelf. Ja, dat maar Davino hebben we handschoenen bij, toch? Ja, we gaan schoenen net om mij. Ja, zo'n kousen moeten we meepakken, dezelfde kleur. Ja, dat is hem ook wel. Ja. Speciale kous? Ja, heel speciale kous. Van elke. Als we in blauw spelen, moet je die blauw hebben. Ja, ja. Spelen we het groen, moet je die groen hebben. Ja, dat zijn wel een tweet, een witte. Zwart. Ja, dat lijkt hem wel, de Davino. Ja. En de Kelvin? Nee, niks speciaal. Nee. Af en toe een lange broek wel, maar. Ja. Dat is nu niet altijd. Als het koud is. Met de wedstrijd niet. Als het koud is, lange broek? Nee, dat moet toch wel niet koud zijn. Oh ja? Nou, ik weet niet hoe dat komt. Okay. Voor de rest. Je straalt er op zijn plaats, die zet hem, pakt hem ze niet en blijft. Maar geen gekke dingen toch? Nee, niks. Geen gekke dingen. Wat is dat? In welke mate speelt Perfergers? Perfectionisme een rol in je leven. Maar ik wil altijd alles zo goed mogelijk doen. Hè? Dat zie je. En dan ligt perfectionisme en goed mogelijk doen ligt heel dicht bij elkaar. En je ziet ook de kleine dingen. Hè? Ja, ik zie, dat is mijn nadeel, dat ik alles zie. Alles zie je. Mogen zijn dan ook, denk ik. Ja, soms dan. Over naar zoeken. Ja, maak ook, ja. Maar je hebt alles gezien, hè? Ja, je hebt alles gezien. Ja. Soms is dat niet goed, hè? Nee. En soms, kijk, omdat ik zoveel zie, dat heb ik wel geleerd, dat ik niet altijd, dat doe ik net alsof ik het niet gezien heb, maar ik heb het wel gezien. Ja. En als je iets moet zeggen, ja, dan moet ik zeggen, maar soms laat ik het ook lopen. Of dan zeg ik achteraf van, ik had het wel gezien. Later. Ja, slim zijn. Maar die smonneke moet er nog passen. Coach, op welke positie zou je Witte en Mon uitspelen? Oeh, voldoende. Oh, dat is gemakkelijk, coach. Maar op het veld? Oei. Coach. Spits? Goh, voilà, beetje sowieso. Postuur van Vincent? Ja, maar ik weet niet, ik zo hard als Vincent. Vincent, en Mon, Vincent. Ja, Witte. Dat bleef. Ritchie. Ja, keihard, hè? Kom maar. Ja. Tot hier wel te komen. Was je verdediger vroeger, Witte? Wat bleef? Was je verdediger vroeger? Ja, ik ben caféploeg, hè, monneke. De pintjes leek, hè? Noemt hem dat, hè? Maar ook sierlijk, hè? Ja, altijd plezant, hè? Ja. Nou, dan een wedstrijd, een paar pintjes, een boterhammetje met kop, een kaas, en het was opgelost. Maar mondspitsje? Ja, in de spits? We wel, hè. We hebben hoog gespeeld. Hè. Nee, hoog niet. Allee, joh. Provinciaal gespeeld. Ja. Je moet als verdediger tot hier komen en verder niet. Hè. Nee. Oh. Ja, precies. Tot daar, anders. Ook het dekkel, hè. Onder het gras, hè. Ja, precies. Als ze op de grond liggen, zijn ze niet snel, hè, man. Nee. Dan moet ik wel rap.
Ja. Ja. Hoe vullen jullie een vrije dag in? Wat doen jullie, jongens? Vorige week zijn we een biljartje gaan doen, gaan drinken, op de markt geweest. Daar was het niet meer. Waarom? Ja, de jaarmarkt. En Witte gaat soms vissen. Ja. Oh ja? Ja. Waar ga je vissen? In Nederland. Ja? Ja. Een betere vis. Maar nu donderdag ga ik naar Vlissingen. Neem je de hond mee? Nee. Nee, dat gaat niet. Ja. De hond blijft thuis? Ja, de hond blijft thuis, ja. Maar die jaagt ook op vis? Wat blijft? Die jaagt ook op vissen? Nee. Die komt altijd zien waar ik bij heb, maar wel. Ballen, we hebben geen kaarten meer. Nee, maar wel. Kunnen we iets gaan drinken? Ja. Je hebt al wat tegengewicht, maar... Nee, dat is een droge boel.